Hi, vanmiddag laat ik jullie zien hoe ik deze tekening heb gemaakt en opgezet. Ik ben begonnen met een gekleurd vel en toen als opzet, gewoon met een potlood, 2B-potlood, heb ik de grote contouren er neergezet. Dat heb ik vrij zorgvuldig gedaan. Ik ben van deze foto uitgegaan, maar ik heb meerdere foto's gezien en gebruikt om de opzet te maken. Dus eigenlijk een beetje een studie vooraf. En voor de rest werk ik met wit softpastel, houtskool en niet te vergeten kneedgum. Dat is alles. Ik kijk niet zozeer naar de lijnen, want die staan er als opzet, staan die er gewoon in. Wat ik belangrijk vind, is dat je donker tegen licht weg gaat zetten. Dus vaak sta ik ook met allebei en ook met mijn kneedgum, met alles in mijn handen en kijk naar de figuren, eigenlijk niet naar het gezicht, maar naar het figuur van donker en licht. Dus eigenlijk als een soort abstract ding. En zo werk ik het portret uit. Het gaat er bij mij dan ook niet om of het gaat lijken. Ik vertrouw erop dat de contouren die ik neer heb gezet, dus de grote lijnen, dat die ongeveer kloppen. En voor de rest kijk ik natuurlijk wel naar verhoudingen, maar ik kijk niet meer of het lijkt of niet lijkt. Je zult ook zien als je aan het eind kijkt dat er echt wel fouten in zitten. Maar het gaat er mij om dat het een mooi portret wordt en niet of het nu zo verschrikkelijk lijkt. Want ik heb er lol in om een portret te maken en als ik constant moet denken of het lijkt of niet lijkt, ja, dan heb ik geen lol meer in. En dan gooi ik het aan de kant, want dan lijkt het nooit. In ieder geval niet zo perfect als ik zou willen. Dus ik ga er maar vanuit dat ik gewoon een portret wil maken. Een mooi portret. En ik gebruik een model. Dit keer Claudia de Breij. Omdat hij een karakteristieke kop heeft en omdat iedereen die kent. En als ik aan het eind zeg van nou, ze lijkt niet, maar het is wel een mooi portret, ben ik ook tevreden. Ik hoop dat ik dat in ieder geval aan jullie mee kan geven. En let gewoon heel erg goed op wat je donker wil maken. Soms maak je dingen donkerder dan dat ze op de foto zijn. En soms maak je, nou ja, ik werk met wit, dus ja, de toon aarde in de foto zijn gewoon wat anders. Ik werk toch wat explicieter. Voor de rest, ja, gewoon blijf kijken, neem afstand. Daarom werk ik ook op een ezel, omdat het dan veel makkelijker is om even naar achteren te lopen. Als je gewoon zit te tekenen, is dat gewoon wat moeilijker. Want dan moet je elke keer opstaan en ergens neerzetten en heel gedoe. Dus een ezel is wel makkelijk. Maar je kunt ook een blad papier gewoon op de muur plakken. Dat werkt ook. En altijd de foto's erbij. En dan heel vaak afstand nemen. Om te kijken of de vlekken die je maakt van donker en licht, of die qua verhouding hetzelfde zijn als op de foto. En dan uiteindelijk zul je zien dat je ofwel een mooi portret krijgt, of in ieder geval, nou, of in ieder geval een mooi portret. En soms vaak ook nog dat hij wel lijkt. Nou. Het filmpje is opgenomen in een timelapse. Dus nou ja, dan zie je versneld. Ik heb er zelf
ongeveer 1,5 uur over gedaan om het hele portret te tekenen. Het is niet helemaal uitgewerkt, maar vond ik in dit geval, om jullie te laten zien, ook niet zo heel erg. Nou, ga lekker kijken. Zo, na wat kleine
dingetjes nog bijwerken. Laat ik het hierbij. Ik hoop dat jullie hebben kunnen zien hoe ongeveer ik werk om een portret te maken. Zoals je ziet zitten er nog een heleboel fouten in. Maar dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb er lol in gehad. Ik hoop dat jullie er ook lol in krijgen. En daar gaat het om. En ach, uiteindelijk lijkt hij ook nog wel een beetje op Claudia de Breij. Zo. Tot de volgende keer. En dan weer met een nieuwe opdracht. Doeg!